Het is weer tijd voor een spreekbord. Spreekboord? Spreekbeurt. Jawel, um, waar ga ik het over hebben? Ik ga het hebben over Call of Duty. Ik denk dat jullie die serie wel kennen. En waarom wil ik het over Call of Duty hebben? Omdat we de laatste tijd veel praten over de rechtszaak van de CMA in Engeland. Ten aanzien van de aankoop van Activision Blizzard door Microsoft. En PlayStation en de CMA die zeggen, ja, maar fucking Call of doet die zo groot. Als we dat kwijtraken, dan, als dat exclusief wordt, dan gaat de wereld ten onder en gaan wij ten onder. Uh, en Microsoft zegt, nou, dat valt toch allemaal wel mee, jongen. Uh, ik wilde gewoon even weten, en ook aan jullie laten zien, hoe groot die franchise dan daadwerkelijk is. Hoe belangrijk is die? Heeft PlayStation uh, 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 gelijk dat het gewoon echt een... Een ongekend grote serie is en uh, bagitaliseert Microsoft het allemaal te veel. Goed, ik ben gewoon even de boeken ingedoken, althans de online boeken, en voornamel uh, voornamelijk ook op zoek gegaan naar allerlei statistische gegevens ten opzichte van omzet en groei en al dat soort zaken. Uh, maar eerst wilde ik even beginnen met het ontstaan van Call of Duty, want dat vind ik nog altijd een van de leukste verhalen uit de gamesgeschiedenis. Ik heb daar al een keer een ander item over gemaakt. Heel lang, nou heel lang niet, een paar jaar geleden. Maar uh, die hoef je dan niet te kijken. Want het is wel. Als IA dit nog een keer kijkt, dit, deze video, dan krijgen ze meteen weer pijnscheuten dwars door hun lichaam heen. Want het was wel een klein beetje een fucker. Want hoe zat het nou? 1999 kregen wij een Medal of Honor. En Medal of Honor vond ik een. Fantastische serie. Sterker nog, ik ben nog terwijl Call of Duty op een gegeven moment in 2002 er ook bij kwam. Ben ik nog een tijdje Medal of Honor-aanhanger geweest. Heb ik hun multiplayers gespeeld. Maar uiteindelijk zag ik toch ook wel in dat Call of Duty een stuk beter was. Nou, in ieder geval, Medal of Honor, dat was op dat moment de koning van. Het first-person genre. We zaten al voorbij het tijdperk van Quake en Doom en al dat soort dingen. Dit was gewoon wel heftig. Tweede Wereldoorlog. En die, al die, die, ja, die, die, die veldslagen, die bekende veldslagen naspelen. Dat was super tof. Um, aan die game werkten mensen. Dat, dat lijkt me logisch. Een aantal van die mensen, um, een daarvan, dat was Vince Sempella. En um, hij was een van de leiders, een van de studio-bazen die. Medal of Honor... Uh, uh, ja, maakte voor EA. Maar EA, die natuurlijk zag van... holy shit, ik heb hier goud in handen. Die had zoiets van, jouw studio die moet dan maar toch wel eens... een keer heel erg snel onder... het EA... Uh, 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 ja, in, binnen de EA-familie komen. Wij willen jouw studio hebben. En ze waren behoorlijk dwingend. En dermate dwingend en dermate vervelend dwingend... dat Vincent Pellas zoiets had van... ik heb hier geen zin in... <coughs> Ik ga naar een andere partij toe. En die andere partij was Activision. Activision hoorde het verhaal van Vincent Pella aan. En had zoiets van: Oké, okay, interessant. En wij zien dat uh, Medal of Honor goed scoort. Maak dan voor ons maar een gelijksoortige game. En dat is wat Vincent Pella deed. Hij startte Infinity Ward op. En eigenlijk kun je gewoon zeggen dat de rest geschiedenis is. Want Medal of Honor werd binnen twee, drie jaren volledig weggebuikt door Call of Duty. Uh, Vincent Pelle heeft ook gezegd in een interview een aantal jaren geleden dat eigenlijk Call of Duty een big fuck you of een big uh, een grote middelvinger was uh, naar EA. En je weet het, rancune zorgt altijd voor over het algemeen hele goede uh, producten. En EA kan, nog, kan zich nog steeds uh, voor de kop slaan uh, dat ze eigenlijk ja, gewoon Vincent Pella niet aan boord hebben gehaald. Inmiddels zit hij dus weer wel bij IA. Dat maakt het dan wel weer heel grappig. Respawn en blaadibla. Dus hij is weer terug. Hij gaat nu de Battlefield serie. Gaat hij weer proberen leven te houden. Maar feitelijk had IA dus zowel de fast-paced shooter uh, kunnen hebben. Als de meer tactical squad-based shooter. Dus ja, nou goed. Anyway, uh, is niet gebeurd. Activision heeft Call of Duty uiteindelijk. Kunnen claimen en um, ja, dat heeft ze geen wind eieren gelegd. Waarom was Call of Duty dan ook daadwerkelijk uh, zo'n succes? Waarom werd het zo'n succes? <coughs> De eerste Call of Duty kwam dus uit in 2002. De allereerste Call of Duty 2002. En um, gemaakt dus door een nieuwe studio met in totaal. 21 mensen aan boord. 21 mensen aan boord bij de eerste Call of Duty, uh, die uiteindelijk uitkwam, uh, en 800.000 stuk zijn daarvan verkocht. 800.000 stuk zijn verkocht van de allereerste Call of Duty. Um, en dat zorgde voor een uh, omzet van 30 miljoen dollar. Het kwam uit op de PC, het was de nummer 8 PC-game van dat jaar. En uh, inderdaad, ze vreven het er nog even in. 22 mensen die, het dus, uh, die ook verantwoordelijk waren voor Medal of Honor. <coughs> Zij waren verantwoordelijk voor deze game. Waarom was dit het begin van dat succes van Call of Duty? Er waren een aantal dingen die Call of Duty gewoon beter deed. En... Um, User interface was veel makkelijker. Je weet wel dat ze makkelijker wisselen. Hè? Je had gewoon twee grote wapens: een pistool. Um, de health bar al dat soort dingen. Het was allemaal heel intuïtief. Simpel, voelde goed aan en voelde snel aan. Belangrijk ook, je kon voor het eerst mikken met een scope. Dus op het moment als jij jouw uh, linker trigger indrukte of rechter trigger, uh, ja, dan zoomde hij als het ware een klein beetje in. En dat maakte het schieten. Een stuk gemakkelijker. Dat maakt de Call of Duty ook apart. Um, de Shell Shock, oftewel uh, uh, de granaat die je, de flashbang als het ware, die je kunt gooien, waardoor je een tijdje eventjes niet meer weet waar je bent. Weet je, wat wordt heel erg licht of je bent even dizzy. Dat was ook een hele toffe toevoeging. Um, Squad-based. Dus je kon ook verschillende andere mensen, je speelde verschillende andere mensen, of je kon andere mensen aansturen, zodat het wat meer, het voelde wat immersiever aan, als het ware. Alsof je echt die. Tweede Wereldoorlog aan het beleven was. Ja, als je deze beelden ziet, dan ziet het er natuurlijk gewoon eigenlijk niet zo heel goed uit. Maar het zijn oude beelden van YouTube. Maar ik kan me nog herinneren in die tijd. Ik had wel echt het idee dat ik fucking Normandië uh, uh, aan het veroveren was. Uh, het zag gewoon heel vet uit en het, het zorgt ook voor een bepaalde emotionele lading. Je, je voelde je betrokken bij die game. Nou, zo zijn er nog wel verschillende. Kleine elementen die eigenlijk vandaag de dag niet meer weg te denken zijn uit het first-person shooter-genre. Het is niet zo dat first-person shooter bestaat dankzij Call of Duty. Dat is veel te veel eer, maar het zijn gewoon die kleine, kleine tweaks die er uh, die vandaag de dag eigenlijk nog in bijna alle shooters te vinden zijn. Die zijn er allemaal schatplichtig aan. Call of Duty. Call of Duty is uiteindelijk, uh, ja, we zitten volgens mij nu al vanaf 2002. Dan nou gaan we uitrekenen als er elk jaar een game uitkomt, dan zitten we al aan de twintigste deel. En um, ja, dan gaat, dan is natuurlijk ook de vraag van hoe groot is dan die franchise? Wat is de magnitude van die franchise? Waarom betaalt Microsoft? 67,8 miljard. Laten we het afronden op 68, 68 miljard. Niet kinderachtig zijn. 68 miljard voor de aankoop van Activision Blizzard. Dat is fucking veel geld. Uh, hoe gaan ze dat ooit terugverdienen? Dan, en Call of Duty is daar blijkbaar, als we de CMA en PlayStation mogen geloven, een zeer belangrijk onderdeel in. Nou, ik ben daar even ingedoken. Het is altijd heel erg moeilijk om precies de aantallen verkochte. Uh, uh, games en omzet en al dat soort dingen te vinden. Want. Ja, daar zijn ze niet zo heel happig op. Uh, maar we kunnen wel een aantal dingen zeggen. Het eerste wat wij kunnen uh, vertellen. En wat Activision onlangs zelf ook heeft aangegeven. Is dat er inmiddels. En uh, die laatste cijfers waren van juni 2022. Juni 2022. Dat er inmiddels meer. Dan 425 miljoen 425 miljoen exemplaren van een Call of Duty game zijn verkocht. En dan heb ik het over console en pc. Console en pc, daar zijn inmiddels 425 miljoen games van verkocht. Uh, er zijn ook nog eens een keer, uh, als we het hebben over mobile games, meer dan 100 miljoen keer is. De app van Call of Duty, waardoor je op de mobile kan spelen, gedownload. 100 miljoen keer hebben mensen dus Call of Duty gedownload op de mobiele telefoon. En die 100 miljoen mensen hebben samen 650 miljoen transacties gedaan. Oftewel in-game purchases. Nou ja, goed, uh, ga er maar even uit wat dat allemaal uh, bij elkaar uh, uh, betekent. Uh, die 425 miljoen games die ze verkocht hebben, die maakt. Call of Duty als franchise, de nummer 4 franchise ter wereld. Alleen Mario, Tetris en Pokémon zijn groter. Dus ze zijn feitelijk als franchise groter dan Grand Theft Auto. Maar niet helemaal eerlijk. Die brengen niet elke, elk jaar een game uit, maar doen dat verspreid over een paar jaar. Um, dan hebben we nog een aantal uh, uh, cijfertjes. Uh, en dat vind ik wel leuk. Die ga ik dan even op de. Computer ga ik niet aankijken. Nou, hier kijk je uh, bijvoorbeeld naar, en dan moet mijn muis wel een beetje meewerken: kijken we naar het aantal kijkers uh, op Twitch. En Twitch is best wel een belangrijke uh, graadmeter als het gaat over populariteit van een game. Spelen veel mensen de uh, game op Twitch kijken veel mensen de game op Twitch. Dan wordt die vaak ook veel gekocht. Hè? Influencers. Dan zie je dus inderdaad uh, uh, dat um, 2020 hier. Dit is de piek geweest met 129.59.000 gamers die tegelijkertijd naar Call of Duty zaten te kijken. En um, dat zijn natuurlijk. Uh, daar hebben we het natuurlijk over Warzone. Warzone is. Nadat nou, Call of Duty een beetje aan het afglijden was. Heeft hier gezorgd voor een enorme piek aan kijkers en enorme populariteit van deze game. En ook weer eens een keer een hele andere inkomstendynamiek. Want um, Warzone is in principe uh, free to play. Maar je hebt in-game tran uh, transactions. Daar weet ik dan weer geen cijfers van. Maar ga er maar vanuit. Als je weet dat Activision inmiddels al tussen de 60 en de 70 procent van hun inkomsten haalt uit. MT's uit market sections, dan weet je gewoon hoe ongelooflijk veel geld via Warzone binnenkoopt. Zelfs Boers heeft MT's gekocht in Warzone. Um, hebben we nog meer leuke getalletjes? Dat hebben we zeker. Um, dit is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Hoeveel uren gemiddeld kijken mensen naar Call of Duty Warzone op Twitch? Ook hier nogmaals, dit, dit, je kan het onderschatten. Maar Twitch, het streamen en feitelijk ook gewoon de filmpjes die op YouTube worden gemaakt, zijn extreem belangrijk voor de commerciële succes van een game. Hoe meer mensen op Twitch naar jouw game kijken, hoe groter de kans is dat ze de game kopen of in-game purchases doen. En je ziet hier ook weer, en het is ook weer 2020 toen kwam Warzone uit, een enorme piek hier, um, 96,2 miljoen uur. Binnen twee maanden tijd dat er gekeken werd. En dit is de grootste piek, dat is in 2021. Nou, en daarna zie je dus inderdaad, want we hebben het al vaker over gehad. Dat Warzone aan het afzakken is. En dit is ook de reden waarom Warzone 2 er aan gaat komen in november. Ze willen natuurlijk gewoon weer omhoog. Um, dan hebben we hier ook nog een leuk getalletje. Uh, ook weer heel goed om te zien. Uh, dit gaat over um, ja, hoeveel mensen bereik je nu met Call of Duty? Hoeveel mensen in potentie kun, kan Call of Duty bereiken? En dat zijn mensen die misschien de game kopen, mensen die misschien in-game-purchases doen. Uh, dan zie je bijvoorbeeld in 2018. Uh, dat dat uh, uh, 70 miljoen waren en in één keer in 2020, toen Warzone ook begint, was het 250 miljoen. Dus het, het is enorm goed. 250 miljoen mensen werden dus bereikt met die game. Ga nou maar eens even nadenken als dat soort mensen ook allemaal in, -go in game aankopen uh, gaan doen. Uh, veel geld dus. Veel mensen die het kijken, veel mensen die het ook daadwerkelijk spelen. Nou, wat zijn dat dan... Als je alles bij elkaar doet, waar komt dat dan op uit? 30 miljard dollar. 30 miljard dollar is er inmiddels omgezet. Uh, via de Call of Duty franchise. Dat is een ongelofelijke hoop geld. Um, de game wordt door 3000 mensen op dit moment gemaakt. Dus er zijn 3000 mensen binnen Activision Blizzard bezig met die game. Dat kan development zijn, maar dat kan ook. Sales zijn, dat kan marketing zijn, dat kan licenties zijn, weet ik allemaal wat. Allemaal mensen die puur en alleen met deze franchise bezig zijn. 30 miljard omzet heeft dat uh, bereikt. 425 miljoen verkochte games. En uh, nog steeds tot aan de dag van vandaag zijn er 100 miljoen mensen die Call of Duty per maand spelen. Unieke mensen. Dat kan zijn. Warzone, dat kan zijn mobile, dat kan zijn. Een nieuwe Call of Duty. Maar dat kan ook een oude Call of Duty zijn. Want een aantal oude Call of Dutys. die zijn nog steeds gewoon ook online te spelen. hebben. en hebben hun eigen community. Kortom. deze franchise is huge. 30 miljard omzet in 20 jaar tijd is gewoon veel geld. Logisch dus dat Microsoft dit er graag bij wil hebben. Logisch dus dat zij hier een tool hebben. om. Een verschil te gaan maken, het is niet vaak wat wij als hardcore gamers, die een veel diversere smaak hebben dan alleen Call of Duty, denken, maar het is wel een groep gamers die door Call of Duty vertegenwoordigd wordt, die over het algemeen niet al die andere games spelen en die vaak hun console of hun aanschaf van een abonnement bepalen op die. Drie vier blockbuster games die ze het hele jaar doorspelen en het voordeel van Warzone is: je kan het gewoon het hele jaar doorspelen. Hoeveel streamers zijn er wel niet die het hele jaar eigenlijk alleen maar Call of Duty spelen? Kortom, dit is een belangrijke franchise. Ik snap PlayStation absoluut dat zij de mensen die Call of Duty op de PlayStation spelen niet kwijt willen raken. Die community is groot, um, ik weet niet hoeveel van die mensen ook een God of War en Last of Us een Days Gone en al dat soort games spelen... of zij daar ook um, zin in hebben... of dat zij eigenlijk alleen maar de PlayStation gebruiken... voor die een race game, een sport game en een shooter. Dat weet ik niet. Ik weet dat die mensen er zijn. Hoe groot die groep is, weet ik niet. Um, duidelijk das, dat zij dit als een bedreiging zien. Microsoft, gisteren hebben ze het weer aangegeven, Phil Spencer... het blijft gewoon op de PlayStation... We willen het ook naar de Switch krijgen. En onze droom is dat het op zoveel mogelijk mensen... zoveel mogelijk devices speelbaar is. Uh, net als Minecraft. Ik geloof wel dat... voor de komende 5, 6 jaar... dat ook zo gaat zijn. En veel verder kun je natuurlijk eigenlijk... niet vooruitkijken. Dus... Um, ik denk dat Playstation zich niet... al te veel zorgen hoeft te maken. Um, ik denk dat... Call of Duty niet te onderschat is. Het is... Echt heel groot, en ondanks dat we misschien ook bij GameKings af en toe geroepen hebben: van ja, maar die serie is op zijn eind, en dit, dat en zo, en zo. Hetzelfde kun je zeggen van FIFA: misschien dat wij hardcore gamers er allemaal, het allemaal wat te gemakzuchtig vinden, en te simpel vinden, en te mainstream, maar er wordt nog steeds een pleurishoop hoop uh, aan geld uh, mee verdiend. En uh, 425 miljoen verkochte exemplaren van een game. Dat ligt niet. Ik geloof ook zeker dat Modern Warfare 2 weer ontzettend gaat scoren. Ik zie het weer overal voorbij komen. Ik zie weer perscampagnes. Ik, het gaat op televisie komen, um, daar gaat geld verdiend worden door Microsoft in dit geval. Um, is het zo groot dat PlayStation omvalt als ze deze mensen kwijtraken? Dat geloof ik ook wel niet. Dus wat dat betreft denk ik dat de CME wel een heel lastig verhaal heeft. Uh, maar. En dat hebben we ook al een keer gezegd. Als dit Game Pass Day 1 wordt, en volgens mij mogen ze dat de komende tijd niet doen, omdat het in de deal staat tussen Activision en Sony. En die respecteert Microsoft. Dat zou wel echt een game changer kunnen zijn. En dat is natuurlijk voor de CMA wel interessant. Microsoft is absoluut marktleider binnen de subscription model. Uh, models, uh, als het om games gaat. En als zij dan zo'n speler hebben waar zoveel mensen ook heel lang constant uh, op gamen. Dus dat is een game die je gewoon... elke maand neem je daar je abonnement weer voor. Uh, ja, dan, uh, dan... dan zit daar wel een punt in. Aan de andere kant denk ik dan altijd... als jij je abonnement neemt alleen voor Call of Duty... dat zou ik raar vinden. Want dan kun je die game net zo goed los gaan verkopen. En ik denk dat deze game ook gewoon weer... hartstikke veel los gaat verkopen. Maar inderdaad... Call of Duty nog steeds... één van de grootste... Meest invloedrijke en vooral commercieel meest succesvolle franchises in de gamesindustrie.